De voorjaarskuilen van dit jaar hebben de hoogste broeigevoeligheidsindex in 5 jaar tijd en de laagste conserveringsindex. En de pH is een resultante van al die zuren die gemeten worden. En die pH van 5,2 ligt 14e punten hoger dan de laatste 5 jaar gemiddeld. Dit is een indicatie dat de pH is niet laag genoeg geweest, dat de uitbraak van clostridia's in dit soort kuilen enorm groot is. Laat mest erop op een lang gewas geeft mestsporen die meegroeien met het gras naar boven. Ruw as is 1, dat zie ik terug op mijn analyse. Mestdeeltjes zie ik niet terug op mijn analyse. Geven wel enorm veel vervuilers. Toen kregen we na die natte periode een hele koude periode. In die koude periode komen er geen melkzuurvormende bacteriën op je gewas. Die zitten er niet. En dat zien we terug in die analyses. Dit is een bak met schimmels. Deze broeide ook in zijn geheel. Die had in zijn geheel 35 graden en plus. En die ging naar 55 in de hoeken. Ja, wat gebeurde ermee? Hij was gelukkig wel zo slim om te zeggen, die moet ik maar niet gaan voeren aan mijn dieren. Dus die komt in de slurfsilo ernaast. Hier lag ongeveer 25 ton droge stof. Kostprijs van gras. Jullie weten het vaak niet. Ik snap ook dat het niet altijd tussen de oren zit. Maar die varieert tussen de 12 en de 17 cent per kilo droge stof. Dan ligt hier 3750 euro. Weg. En volgens geven we ze een vervuild rantsoen. Want dit is het verschil, een onderzoek van 2013, tussen een vervuild TMR-rantsoen, vervuild, en een schone. En dan zie je dat de droge stofopname een kilo lager ligt. Dan gaan we naar even wat getallen. Komt uit hetzelfde onderzoek. En dan zie je hier de gisten, hoeveelheden, bij een fris TMR-rantsoen en een vervuild TMR-rantsoen. En dan zie je hier 5,03 en 7,82. Maar dit is een logaritmisch getal. Kijk, toen ik nog naar school ging en ik had een keer een 5, een 6 erbij, 5,5. Hè? Kom goed. Een 7, dat verschil is in absolute zin, heeft niet alle beleving. Bij mij, bij jullie waarschijnlijk ook niet. Dit wel. 107.000 gisten per gram, 66 miljoen. Dus dit correspondeert met 107.000 en dit correspondeert met 66 miljoen. Toen ik dit aan het maken was, dacht ik, hey, dat eindejaarsgesprek van dit jaar en de salarisbespreking ga ik logaritmisch voeren. En hier zie je, wanneer er een grotere vervuiling is, dat die verteerbaarheid achteruit rent. Niet loopt, maar rent. Dus droge stofopname, energie- en eiwitdichtheid, benutting, maar ook de totale verteerbaarheid van je rantsoen. Ik maak met zand op de kuil niet goed wat ik hier verpruts. Ja. Gewicht op de kuil is de aanvoersnelheid in tonnen per uur keer 0,5. 30 ton per uur aanvoeren is 15 ton op de kuil. Heeft die loonwerker niet een zwaardere shovel, wellicht een zwaardere chauffeur. je moet toch proberen in details af en toe wat dingen te vinden. Maar ook de aanrijdtijd, 1 minuut per ton vers product. Dus 30 ton betekent een half uur op die kuil. En nou even weer naar de lengte van het gewas, de lagen die ik pak. Hoe droger het gewas, hoe hoger dit weer moet zijn. Of hoe langer die tijd moet zijn. In het voorjaar, is het een koud voorjaar, zorg altijd dat je 100.000 CFU melkzuurvormende bacteriën toevoegt. Maar doe niet alleen melkzuur. Want melkzuur, hebben we net gezien, is een voedingsbodem voor gisten. Dus als ik ook weet dat ik veel vervuilers heb, moet ik ook iets doen om die gisten te remmen of te doden. En dat doe je met azijnzuur, niet met melkzuur. Kijk, smakelijkheid wordt bepaald door je... In eerste instantie gaat die koe op zijn neus af. Doen wij ook wel, maar die koe ook. Als het lekker fris ruikt, heb je normaal gesproken voldoende melkzuur. Dat geeft die frisse geur. Melkzuur en suikers is een indicatie voor een goede opname. Alleen als ik te veel suikers ga toevoegen en ik heb veel gisten aanwezig, dan ga ik die gisten, ga ik die slechte bacteriën ook voeden. Hè? En dan gaat je smakelijkheid niet omhoog. In die kuil. Dan gaat hij niet omhoog. Dan, want als ik die slechterikken aan het voeren ben, dan krijg ik eerder een rottingsgebeuren en eerder broei dan dat me lief is. En dus wees voorzichtig. Normaal gesproken zit er in kuilen meer dan zat suiker en vers gras. Dit was de poll. Die is gedaan. Hier 500 mensen op gereageerd. Op die stelling: gebruikt u een inkuilmiddel? Nee, is niet nodig. Gaat er niet om wat ik vind. Dan gaat erom dat je nadenkt
waar je mee te maken hebt. En dat je op dat moment een keuze moet maken. En dat het altijd niet zo eenvoudig is, ja, laat wel wezen. Probeer na te denken, dit is het kostbaarste spul wat je hebt op je bedrijf. Als je dit goed benut, haal je het hoogste rendement. En dan zul je af en toe, wanneer het nodig is, die investering moeten durven maken.